Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over de wet van Ohm. We hebben het reeds gehad over spanning, stroom en weerstand. Maar die drie grootheden die zijn altijd in verhouding met elkaar. Die hangen van elkaar af. De relatie hiertussen, wel, die kunnen we het beste eigenlijk voorstellen aan de hand van deze cartoon. Spanning is de drijvende kracht achter stroom. Het is de spanning, dus dat gele mannetje, die dat tegen de geladen deeltjes duwt, zodat deze in beweging komen en dus een stroom door een geleider gaan vormen. De weerstand langs de andere kant, die probeert het de elektrische deeltjes zo moeilijk mogelijk te maken om door die geleider te gaan. Het is de weerstand dus die de stroom tegenhoudt. Spanning zorgen dat de stroomdeeltjes vooruitgeduwd worden, maar de weerstand gaat de geladen deeltjes de stroom dus gaan afremmen. Als we dat nu in formule gaan zetten, dan is dit de wet van Ohm. Spanning is gelijk aan de stroom maal de weerstand. Nu, dit is soms een beetje moeilijk voor de studenten om te onthouden, dus hiervoor hebben we een bepaald geheugensteuntje ontwikkeld. En dat is deze driehoek. Dus deze driehoek zie je heel van boven zie je de spanning staan en van onder zie je stroom en weerstand. Spanning is dus gelijk aan stroom maal weerstand, omdat hier van onder in de voet van de driehoek staan die twee naast elkaar. Als je nu bijvoorbeeld de stroom wil berekenen, stroom die staat links aan, stroom staat links onder in een driehoek. En als je dan kijkt naar spanning en weerstand, spanning staat eigenlijk boven de weerstand. Dus je kan zeggen dat dat een breuk is. Stroom is dus gelijk aan de spanning deel door de weerstand. En de weerstand is gelijk aan de spanning deel door stroom. Dus geheugensteuntje. Spanning is stroom maal weerstand. Stroom is spanning deel door weerstand. En weerstand is spanning delen door stroom.